Hoe bent u er toe gekomen tot dit kunstwerk? Nou, toen ik uitgenodigd werd, toen dacht ik gelijk aan een aantal figuren die elkaar zo, zoals in de circus of zo, de lucht in tillen. Ja, ja. En ik wilde ook heel graag een beeld maken met een opening erin, dus niet zo massief. Ja. En eerst dacht ik aan twee figuren, maar omdat je aan een bepaalde lengte moet komen, moet je dat dan zo uittrekken. Of is het moeilijk om een volume te bereiken en het zijn uiteindelijk drie geworden die elkaar ja. de lucht in. Dat is wel mooi, een mooie plek, hè? Voor, Ja, chic. Ja. 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 Ja, zeker. En, maar er was toch ook sprake van dat die sokkels geen plek meer hadden voor hier in Den Haag? Of weet u daar niets van? Nou, ik geloof dat gevaar weer geweken is. Dat ja, ze, ja, ze worden nu allemaal herplaatst, dus ze blijven voorlopig allemaal... Nou, hartstikke mooi. Ja. Ja. Dit is echt Den Haag, hè? Heb je al gezegd? Nou, jullie maakten ineens deel uit van de plaatsing van het sokkelbeeld. Oh, oké. Okay. Voor mijn auto? Ja. Iedereen tevreden? Ja. Nog niet helemaal tevreden, want dat ding is er nog af, toch? Maar het is een nieuw beeld. We hebben nu gewoon echt een foto. Ja, oké. Het is gewoon klant. Maak echt een foto. Maak maar even die foto. Ja, want dan heb ik niet meer. Het is leuk dat de jeugd interesse heeft in kunst. Nou hè? Ja. Probeer een beetje te promoten hoor. Oh ja, heel goed. Ik heb het zelf een beetje gedaan. Ja, zeker. Ja. Maar... Heeft u nog iets vernomen van de voortgang van dit project? Want er zou sprake zijn dat het niet door zou gaan. En dat, ik heb er zelf niks over gehoord, maar ik heb wel gehoord dat gerucht de ronde deed. Maar ik heb nu juist gehoord dat de ontwerpster van het Grote Marktstraat ja. de beeldengalerij opneemt. Oh. Dat was ook de nadrukkelijke wens van de Haagse stedenbouwkundige. Ja. Dus het heeft mij gepasseerd en ik heb meer de ellende, de schrik gehoord van anderen die dat... Ja. Het zou ook bijna opgenomen worden bij het Holland Spoor. Mensen nee, van het... die wilden het graag. Ja. Dan werd ik, die belde op een gegeven ja, moment op zondagochtend en die zei, weet u wel dat de beelden weggaan uit de Grote Markt? Zei, ja. Ik weet van niks. Ja, maar wij willen ze wel hebben. Ik zei, nou... de eerste keus blijft wat mij betreft toch de Grote Markt. Daar zijn ze voor ontworpen. Dus alleen in het geval dat onverhoopt het niet hier zou kunnen. Om een of andere reden. Maar ik zei, ik heb daar niks over gehoord. Nee, maar ik denk ook dat dit weer een opleving is met de presentatie. Ja, het komt nu pas. Het komt nu pas tot af. Ja, precies. De vijf beelden die hier naast de Spuimarkt komen, ja. die worden volgende week gezet. Oh ja, ja precies. En dan is het voor het eerst op de galerij één geheel. Ja, het zou natuurlijk slecht zijn als het al voordat het uiteindelijk werkelijk tot stand komt, dat het dan al, dat zou te gek zijn. Het zou te gek zijn. Ja, nee, maar heel mooi. Ze zijn begonnen voor de plannen van de tramtunnel. Ja. Dus de tramtunnel was de reden waarom het zo lang zijn uitstel heeft. Ja, ja, ja. Het zou inderdaad te gek zijn dat voordat het af was, ja. het alweer opgeruimd is. Ja. Bovendien, het is een raadsbesluit, dus het gaat ook niet zo makkelijk. Ja. Oké, bedankt.